Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe combo review. En dit is Nerf Combo 81 alweer. Phew, nog een paar te gaan jongens, en dan zitten we bij de 100. Holy moly. En dit is een hele kleine blaster review. Dit is een hele kleine blaster. En ja, dit is de combo. Zullen ze zien? Een hele kleine blaster. En dat probeerde ik ook ervan te maken, met zoveel mogelijk attachments erop. Dus kinderen. Goed, maar dit is in ieder geval de review. En heel klein. Bijzondere attachments ook. Maar goed, laten we maar even deze uit elkaar gaan halen. Dat kind stopt gewoon niet. Man, ik krijg er de hoorpijn van die gillende kinderen, joh. Maar goed, dit is dus de Tri-Strike. De Tri-Strike is de main blaster. Nou, de Tri-Strike was de modulus blaster. En ja, het is een best chille blaster. Het heeft een battle attachment point, mocht je dat even nodig hebben. En het heeft een magazine system is er natuurlijk. Eén tactical ray bovenkant. Het is een bolt action blaster. Maar het was volgens mij, als ik het goed herinner, de eerste slamfire bolt action blaster. Dus dat was zeker chill. Comfortabele grip vind ik zelf. En nog een stock attachment point. En een built-in sight. Mocht je die eventueel nodig hebben. Goed, laten we maar over de eerste attachment gaan. Wat natuurlijk de magazine is. Nou, deze blaster heeft twee magazines. En het komt met de 12 dart magazines die met de scavenger eigenlijk kwamen. En ja, die zit er gewoon in. 12 dart is, vind ik, gewoon de perfecte magazine. En ik vind het, er heel lelijk uitzien. Maar deze blaster zal ook niemand serieus moeten nemen, kan ik je zeggen. Dit is een best slechte combo. Maar goed, 12 darts is voor de rest wel genoeg voor een bolt action blaster. En met slamfire kan het alleen maar chiller zijn. En deze blaster heeft ook natuurlijk een barrel attachment point. Dus daar zit ook een barrel aan. En dat is de modulus chrono barrel natuurlijk. Die ik voor reviews gebruik voor dart blasters. Met een barrel attachment point eraan. En ook gewoon zonder barrel attachment point. Alleen doe ik het dan achter de schermen. Maar goed, deze zit erop. Zodat ik gewoon kan checken hoeveel darts ik nog heb. Gewoon ook hoeveel de chronograph is van deze blaster. Dus altijd leuk. En er zit een sight op. Het blokkeert gewoon helemaal sight eigenlijk die op de blaster zelf zit. Maar dit is natuurlijk een modular blaster. Dus daar moet het gewoon bij passen. Dus daarom. Nou, op deze blaster zit ook een scope. Wat ook gelijk een magazinehouder is. En dat is natuurlijk de scope van de scavenger. Waar ook gelijk de andere magazine van de scavenger aan zit. En ja, die zit hier gewoon op. En natuurlijk zit dat totaal in de weg met de prime en alles. Maar het werkt nog best goed. Verbazend goed zelfs eigenlijk. Dus ja, die kan je gewoon heel makkelijk wisselen. Als je dat wil doen natuurlijk. Dus dat dus. Dus dat werkt gewoon perfect. En dan heb je tenminste een scope die zwaar wordt geblokkeerd, weet je wel. Door de barrel. Nou, en de stock is ook van de Scavenger. En die is natuurlijk enorm klein, maar wel comfortabel. En het heeft nog een jolt attachment point voor de jolt die ermee kan, wat een dubbele jolt is. En nu zit het ondersteboven, want de stock zit eigenlijk ondersteboven op de Scavenger. Dus ja, dit is de combo. Hele goede combo, echt perfect gewoon. En ja, dit is gewoon zo klein en je kan perfect richten met de barrel en met de jolt die in je kin zit te douwen. Dus weet je, dit is een perfecte combo natuurlijk. Maar goed jongens, dit is natuurlijk niet de perfecte combo. Neem dit vooral niet serieus. Voor de rest, vonden jullie het een leuke combo review? Laat dan zeker even een like achter en abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan voor meer combo's natuurlijk. En voor de rest, super erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Laters!